Tijdens slijpwerkzaamheden in een schuur op een boerenbedrijf in Klundert is maandagmiddag brand uitgebroken. Snel optreden van de brandweer voorkwam dat de schuur verloren ging. Vanwege de aanwezigheid van een tank met dieselolie riep de brandweer de hulp in van een schuimbluswagen uit Breda. De regionale milieudienst onderzoekt of er asbest is vrijgekomen bij de brand.